Goedemorgen Amsterdamse toekomst, ik ben Desiree Stokkel, het is 4 november 2013. Ik vind dat jullie moeten regelen dat het leger in Nederland survival les gaat geven vanaf de peuterspeelzaal. 4 keer per schooljaar en dan gericht op survival in Nederland. Het is dus de bedoeling dat het leger het volk traint. En ook de kinderen traint. Uitlegt hoe je moet gedragen als er een watersnoodramp is. Of als er brand ontstaat. Hè, brand door van alles en nog wat, chemische branden of zo. Die kinderen die hebben een totaal nieuwe economie nodig. Want er is geen veiligheid meer. Er is geen privacy meer. En dan kun je 2 dingen doen. Je kan nog 10 jaar lang proberen de Haagse politiek te veranderen. Of je kan ook gewoon een nieuw systeem bouwen waaraan iedereen wat heeft. Ik vind dat het leger een totaal andere rol moet krijgen. Ze moeten eerst het volk voorlichten over survival. Zowel op televisie, bij de publieke omroep en bij die televisieprogramma's mogen geen BN'ers aanwezig zijn. Die rotkoppen van die BN'ers moeten echt weg, want dat is veel beter voor de nationale veiligheid. En dan moet het uiteindelijke gevoel zijn in de samenleving dat je als burger voorbereid bent op allerlei soorten rampen. Terug naar de scholen. Ik denk dat er 1 dagdeel per seizoen gekozen moet worden. En per schooljaar, per klas, per niveau een programma. Dus het wordt steeds moeilijker. Groep 8 is heel wat moeilijker dan de peuterspeelzaal. En ik vind ook dat het voortgezet onderwijs een ontwikkelingsachterstand heeft. En ook daarin, dat ook daar het leger, marine, survival training moeten geven. 4 dagdelen per jaar, per klas. Ik kan jullie verlaten hier, hè? Ik heb zoveel aan mijn hoofd. Goed, dat is het voor nu. Ik weet niet wat er vandaag nog gaat gebeuren. Dag!